hoor hem aandringen op een direct staakt het vuren. Ik hoor hem daarbij geen link leggen, of ik heb het gemist, met de vrijlating van de gijzelaars. Kunt u op die relatie nog ingaan? Zeker. Laat ik volstrekt helder zijn, en mijn fractie heeft dat ook voortdurend gezegd, die gijzelaars moeten worden vrijgelaten. Direct. Maar ik zou het ook willen omdraaien. Want nu wordt het vaak gekoppeld dat dat staakt het vuren pas kan komen als al die gijzelaars vrij zijn. En anders is het gerechtvaardigd om door te blijven bombarderen. Hoeveel doden zijn gerechtvaardigd? 30.000? 40.000? 50.000? De 100.000 waar de heer Paternotte het over had? Het feit dat er gijzelaars zijn is verschrikkelijk. Ze moeten worden vrijgelaten en ook al onze diplomatieke inspanningen moeten daarop gericht zijn. Om Hamas onder druk te zetten. Maar een terroristische organisatie die mensen heeft gegijzeld is geen legitimatie voor het doden van tienduizenden mensen. Dat is mijn punt. U maakt uw punt, de heer Klaver maakt uw punt helder. Maar dat betekent dus wel dat wij aan Israël vragen, stop onmiddellijk met vechten. En laat de nu nog levende gijzelaars maar sterven in de tunnels. Dat is daar wel de keerzijde. Er was een tijd, voorzitter, dat we de SGP het staatsrechtelijk geweten van de Kamer noemden. En dat we voor nuance, als we wel eens ons boekje te buiten gingen hier, dat we toch allemaal even naar collega Van der Staaij keken. En ik mis hem. Vorige week in het debat, waarin ik het amper kon volgen, hoe klein naar binnen gekeerd we waren in dat we maar per se Nederlandse onderzeeërs moesten kopen. En nu ook, terwijl ik probeer om een heel genuanceerd verhaal te vertellen over dat ook de gijzelaars moeten worden vrijgelaten, zegt u. En eigenlijk vindt u maar dat de gijzelaars moeten sterven in de tunnels van Hamas. Ik zou het op prijs stellen als u die woorden terugneemt. Ik heb dat niet gezegd. Ik heb dat nog gesuggereerd. Ik zou het op prijs stellen als u dat terugneemt. Ik probeerde mijn vraag genuanceerd inhoudelijk te stellen en helemaal niet insinuerend. Ik was ook oprecht benieuwd naar uw antwoord op mijn vraag. Dus in die zin zie ik geen reden om iets terug te nemen. Mijn vraag, ik probeer het eigenlijk heel feitelijk weer te geven. Het betekent toch dat wij van Israël vragen, stop met vechten, zonder enige garantie, laat ik dan zo zeggen, dat de gijzelaars worden vrijgelaten en dus keerzijde dat ze sterven in de tunnels. Ik bedoel het niet aanvallend, het is echt een vraag. Zeker. Nee, voorzitter, wat we willen is dat Israël stopt met het bombarderen van Gaza, zodat er humanitaire hulp kan worden toegelaten, zodat er niet tienduizenden mensen sterven. En tegelijkertijd moeten we doorgaan met ervoor te zorgen dat de gijzelaars vrijkomen. Daarvoor vind ik ook dat Nederland alle middelen moet inzetten die er nodig zijn. Als er militaire acties nodig zijn, gericht om gijzelaars vrij te krijgen, dan begrijp ik dat ook. Waar ik hiervoor pleit, is dat het massaal bombarderen van Gaza direct moet stoppen. En daarmee vind ik ook nog steeds dat die gijzelaars vrij moeten komen. En daarom iedere suggestie die zou zeggen, als u het één niet wil, dan is de consequentie dat deze mensen doodgaan, dat werp ik verre van me.